razendsnel van een berg af fietsen en proberen ondertussen niet op je bek te gaan. Dat is precies wat je doet in Descenders en dat is naar mijn idee een godvergeten goed spelletje wat je nu kan krijgen op Early Access. De vraag is alleen, waarom is Descenders zo goed? Nou, weet je wat, ik zal het je vertellen met 5 redenen waarom Descenders bruut is. Te beginnen met reden nummer 1 en dat is procedural generation. Ja, ik weet het, sinds No Man's Sky zijn we een beetje huiverig geworden voor die term, maar Descenders gebruikt het ook, zij het dan op een iets betere manier. De bedoeling van het spel is altijd om van A naar B te racen, van boven naar beneden, maar wat er precies tussen A en B allemaal op je weg komt, dat is een beetje over aan pure willekeur. Het is namelijk zo dat elk level wat je begint, elke berg die je af zal razen, wordt gewoon door de computer samengesteld aan de hand van een aantal vaste obstakels. Met daarin dan verschillende bochten, hellingen, steile stukken, vlakke stukken en natuurlijk allerlei stunts om te doen. Doordat het aanmaken van levels volledig wordt gedaan aan de hand van deze procedural generation, weet je nooit 100% zeker waar je aan toe bent. Elke berg voelt eigenlijk een beetje nieuw en je kunt misschien wel ervan uitgaan dat die landing veilig is of dat er daar geen boom staat, maar je kunt het nooit helemaal 100% zeker weten. En dat voegt wel een beetje toe aan de adrenaline die je voelt als je van een of andere berg afstort. De tweede reden waarom Descenders zo ontzettend sterk overkomt, ligt in de leercurve van het spel. Jawel, dit is weer typisch zo'n game die easy to learn, maar hard to master is. In de mum van tijd heb je door hoe je trapt, hoe je remt, hoe je een aantal bochten maakt, maar daar heb je het dan ook wel. Als je echt lijpe stunts wil gaan maken, moet je die gewoon oefenen. En dat betekent keer op keer op keer vallen. Dat voelt misschien een beetje overdreven lullig op sommige momenten, maar goed, that's life voor je. Als je goed wil worden in iets in het leven, moet je nou eenmaal een aantal keer vallen en dat geldt 100% ook in het geval van Descenders. Reden nummer 3 is het gevoel voor consequenties. Want jawel, in Descenders hebben jouw acties gevolgen. Niet alleen aan de hand van elke sprong, waarbij je, nou ja, als je gaat voor een lijpe truc, kun je zomaar harder op je bek gaan, maar ook op een iets grotere schaal. Bij het voltooien van een afdaling krijg je natuurlijk weer een nieuw level voorgeschoteld en daarin kun je dan bijvoorbeeld kiezen van, oh, ik heb een bonus objective waarmee ik een lijpe stunt moet doen, dan ga ik een parcours zoeken waar zoveel mogelijk lijpe stunts in zitten. Tegelijkertijd heb je zoiets van, soms wil je het rustig aandoen en soms wil je gewoon die paar levens die je hebt maar proberen te bewaren door zo simpel mogelijk te fietsen. Maar goed, tegelijkertijd wil je ook weer levens erbij scoren, permadeath, ja, dan ga je soms wat moeilijke keuzes maken. En dat houdt natuurlijk weer in dat je een aantal keer gruwelijk op je bek zult gaan. Een vierde reden waarom Descenders zo ontzettend vermakelijk is, zit hem vooral in het feit dat er een enorm goed gevoel voor snelheid is. Noem het snelheid of noem het momentum of noem het desnoods een flow die je kan hebben. Descenders biedt precies dat. Er zijn gewoon bepaalde afdalingen waarbij alles net goed gaat en alles is net aan dat je denkt van, oh, ik schoot net daar langs en oh, ik maak net een sprong die gewoon ik niet had verwacht dat ik hem zou kunnen landen en ik land hem toch. Dan ga je gewoon ontiegelijk hard verder en dan voelt het echt alsof je in het moment leeft. In andere woorden, het gevoel voor momentum is gewoon daar. Je leeft in dat ene adrenaline pompende moment, maar je weet tegelijkertijd ook dat dat elk moment tot een abrupt einde kan komen. Wederom, bij tijd en wijlen is dat gewoon lullig, maar tegelijkertijd, ja, het draagt ook wel weer bij aan de ervaring. De vijfde en laatste reden, en dat is dat de game stiekem nog helemaal niet af is. Jazeker, de game is verschenen op Early Access op Steam en natuurlijk komt hij ook nog naar het Game Preview programma op Xbox One. Maar dat houdt natuurlijk in dat de game nog niet helemaal klaar is. De Utrechtse game studio Rage Squid werkt nog steeds actief aan het spel en het leuke is ook dat ze dat doen met de community. Mocht je Descenders een warm hart toedragen, dan staan ze helemaal open voor elke vorm van suggesties. Een voorbeeld daarvan is op hun Discord te vinden waarbij je gewoon features kan suggereren om er dan vervolgens achter te komen of ze daar dan wel en niet mee bezig zijn.
Zo zit Ragequit bijvoorbeeld nog te denken aan een replay-modus, de mogelijkheid om een berg op te slaan, zodat je hem vaker kan proberen. En natuurlijk een veelgevraagde feature, ook bij ons in de review, een Hall of Meat-achtige modus waarin het vallen nog gruwelijker wordt gemaakt. We willen botten zien breken, we willen dingen horen kraken. Dat komt er misschien allemaal nog wel aan, maar dat is allemaal iets voor further down the road, of misschien wel verder naar beneden van deze berg af. Maar goed, that's early access voor je. En het is leuk om te zien dat een game als Descenders daar zo actief mee omgaat. En daar heb je het dan, mijn vijf redenen waarom ik zou zeggen dat Descenders toch een aardig geslaagd spelletje is tot dusver. Wil je er meer over weten? We hebben een uitgebreide geschreven review staan op gamersnet.nl. En natuurlijk, er is al eerder een gameplay commentaar verschenen waarin Peter en ik praten over het spelletje en wat het allemaal wel en niet inhoudt. Heb je van deze video genoten of juist absoluut niet en ben je het helemaal niet met me eens? Laat het vooral weten. We praten graag verder in de comments. Ook als je vragen of suggesties hebt, kom maar door. En natuurlijk, we zitten op gamersnet.nl met heel veel andere content, reviews, previews, nieuws, trailers over games. Als je iets wil weten over een game, je bent bij ons welkom. En ik hoop jullie snel te zien. Tot gauw.